mascara bestellen. Dat is echt mooi. Weet je, Milena die vervolgens zit te juichen dat ze inpakken, weet je wel. Dan denk ik van, ah, dan doen we helemaal op. Oh, dan krijg je van mij helemaal geen stem dat je morgen naar huis gaat. Nee, bij mij ook niet. Nee, echt niet. Ja. Hoe harder je scheelt dat je naar huis wilt, hoe harder ik je erin laat? Ja, je wou hem de vorige stemming eigenlijk al weg hebben. Ja, het was toen de eerste dag, jij wist al, voordat je binnenkwam, wist je op wie je zou stemmen. Nou, ik lach zei ik van Jens, ik zei... Ettergezwel. Ettergezwel. Van Utopia. Wie zei dat ook? Gerrit. Geniaal. Ja. Dat was wel... Maar ik stond... Ja, ik had hem niet verwacht. Ik denk, ik krijg hem van Shelley en Andrea. Oh god, en ik ben eindelijk van die publiekstem af. Je hebt mooi gesproken. Altijd. Ja, kan heel erg goed. En de stemming deed je ook leuk presteren. Ja. Was weer bloedzenuwachtig, potverdikke. Ja, ik zag het aan je. En ik maar wou het niet. Ik was het, nee, maar deed niet. Nee, ik had echt een paar versprekingen. Ik was echt kut. Ja, je had een paar versprekingen, maar... Ja, ik was weer bloedzenuwachtig en ik wou het niet. Want ik was tot aan het moment gewoon niet zenuwachtig. Ik was ook zenuwachtig. Ik begreep het niet. Ik stond er en ik was al mijn tekst kwijt. Ik had al bedacht. Echt? Oh, maar je zei het echt supergoed. Ja. Je zei het, zei je... Ik wilde hem harder doen, maar ik dacht, nou ja, ik zeg gewoon dat hij vanaf dag 1 er al niet in paste. Ja. In mijn utopia. Dat ik even een dolletje en de andere stemmen. Ja, maar het is ook zo. Maar dan komt het huisje morgen vrij. Nou, ik ga er niet in. Nou, BNB-huisje. BNB-huisje. Ja, is toch top? Zijn we ook daar vanaf het gezeik? Nee, niet. Dat was er eenmaal als we apart moeten. Ja, maar als er ook nog één iemand is, zeg maar, dan kan hij in de kast. Ja, inderdaad. Zijn we daar ook weer vanaf. Probleem opgelost. Ja. Al weet ik niet of we zaterdag BNB hebben. Een camping. Ja, jawel. Even allebei? BNB geboekt. Ja, die zouden in de boot gaan. Twee personen, maar dat hoeft niet meer. Maar die gaan naar het gewoon eentje gaan maar lekker in de kast. Dat het huisje vrij komt ook. Milena zei net dat ze naar huis, dat ze ook gaat. Dat ze samen gaan. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Dat zei ze. Je moet gewoon een weekje wachten. Een weekje? Ja. Was nou een weekje op een mensenleven? Je zit hier dan maanden, kan een weekje er ook nog wel bij. Dat is. Was het te heftig wat ik zei? Nee hoor. Nee toch? Wat zei je eigenlijk? Want ik bedoel... Het kwam erop neer dat Jens Milena belemmert in haar... Oh. Nee hoor, helemaal niet. Maar het is ook zo. Je bent eerlijker van iedereen geweest over dat feit. Ja? Ja, dat is ook zo. Doet hij ook? Ja. Hij ging lachen toen ik dat zei. Ja. Maar mij dat niet vindt, mij keek begrijp ik ook wel. Wat? Oh, mij keek hij wel aan, maar mij stond hij zo. Ja, dat hij het wist. Ja. Als jij tegen elkaar zeggen, we hebben heimwee, we voelen ons kut. Zeggen we, geef elkaar een kussen, zeggen we. Maar hij laat lekker weer, hè? Dan lullen we er gewoon overheen. Ja. Dan gaan we niet elkaar nog meer de put. Dat was de vorige keer toch, dat ze daar de hele tijd in huisje zat. En toen kwam hij aanlopen, Jens. Dus ik zeg, ben je al naar je meisje geweest? Nee, ik ben lekker aan het draaien. En een drankje. Ja, maar hij is rare daarmee. En toen met die tent ook, toch? Toen zei ik, waar is Milena? Ja, nee, is ze ziek dan of zo, weet je? En toen ben ik nog er naartoe gegaan om te vragen of ze soep wilde. Ja, en daarvoor dat ik naar het huisje ging, zat Milena, we gaan de tent opbouwen. En dat geen reactie was. Ja, en we zitten uren in het huisje. Wat gebeurt daar? Ja. Nee, ik heb geen idee. Nee, maar ja. Hij gaat gewoon naar huis morgen. Dus staat ja, hij gaat naar huis. En eerlijk gezegd... Ah ja, ik hoop het. Ik hoop dat de hele groep daarin meegaat. Nou ja, ik denk niet dat er gelijk... Er zijn zes... Je weet het niet, hè? Kijk, want nu heeft Andrea... Op Jens gestemd, hè? Dus je moet maar je hebt er 8 nodig van de 14. Nee, minder, want die 2 mogen niet stemmen. Hè? Morgen niet. Oh, ja. Nee. Dus je zit weer op 6. Ja. Dus als 1 iemand nog een stem geeft aan Jens, aan Milena. Anders is het gelijkspel, hè? Want jullie ja, gelijkspel, daar heb ik geen zin in. Dan moeten we nog 24 uur. Hier staan al 4 mensen als het op basis van vandaag. Hè? Ja. Met Frenny en het rookokker, wij zijn er al 5. Gerrit, Jessie. Jessie. In principe gaat Jens gewoon. Ja. En vergeet niet dat de stemmen die Milena gekregen heeft, dat het allemaal stemmen waren van je krijgt ze omdat je het platform niet gebruikt, maar ik hoop dat je blijft en het toch nog de laatste paar weken gaat gebruiken. De stemmen van Jens.